allemaal, super leuk dat jullie er kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een Q&A. Ik had namelijk afgelopen zaterdag deze foto op Instagram gezet. En daar heb ik echt ontzettend veel vragen op gekregen. Allemaal leuke vragen, wel heel erg veel dezelfde. Dus ik heb de 25 meest gestelde vragen eruit gehad. En die ga ik vandaag voor jullie beantwoorden. Voordat ik heel veel de vraag krijg over waar mijn shirtje van is, die is van de Zara. En mijn oorbelletjes zijn van bij Shure. De eerste vraag is, welke opleiding doe je? Ik doe de opleiding schoonheidsspecialisten. Ik heb het best wel vaak verteld volgens mij, maar ik krijg nog best wel vaak de vraag hierover. Ik doe de opleiding schoonheidsspecialisten. Ik zit nu in mijn tweede jaar en ik doe niveau 4, dus volgend jaar nog 1 jaar. En dan ben ik klaar met deze opleiding. Milan was echt een van de hoofdonderwerpen in al jullie vragen. Misschien omdat Miel nooit in mijn video's voorbij komt, omdat het een beetje een mysterieus onderwerp is, dat er daarom zoveel naar gevraagd wordt. Ik weet het niet, ik denk dat dat het is. Maar ik kreeg heel erg veel de vraag van, hoe lang heb je al iets met Milan? Hoe kennen jullie elkaar? En allemaal dat soort vragen. En ook waarom die niet in de vlogs wilt. Ik zal beginnen, we hebben bijna 2,5 jaar. Sinds 29 mei 2016 zijn we samen, dus dat is bijna 2,5 jaar. En we hebben elkaar leren kennen via school. We zaten allebei op Zegbroek. Hij zat in de derde, ik zat in de vierde. Ik was toen gezakt voor mijn examen. En toen kwamen we bij elkaar in het jaar. Maar eigenlijk hebben we elkaar voor de zomervakantie daarvoor al leren kennen. Maar we zijn wel even oud, want Miel is al een keer eerder blijven zitten. Dus we zijn wel allebei 18. Het is niet dat Miel veel jonger is of zo. We zijn allebei gewoon 18. Maar we kwamen toevallig bij elkaar een jaar terecht. En zo hebben we elkaar eigenlijk leren kennen via school en ook een beetje door vrienden eigenlijk. En waarom Miel nooit in de vlogs wil, dat komt omdat ja, hij heeft er gewoon niet zoveel mee. Hij houdt niet van foto's, hij houdt niet van gefilmd te worden. En als hij dat niet wil, vind ik dat prima. Ik ga hem niet dwingen om in mijn vlogs te komen. Dus Milan blijft voor nu nog even een mysterieus verhaal. Maar wie weet komt er ooit verandering in. De volgende vraag was hoe ik Char en Kier heb leren kennen. Nou, Char die ken ik al sinds groep 4. We zaten samen op de basisschool. We gingen niet echt met elkaar om, maar we wisten wel van elkaar wie we waren. We hebben samen op de basisschool gezeten. Toen hebben we samen op Zegbroek gezeten. En nu zitten we samen op ROC Mondriaan. Op Zegbroek gingen we eigenlijk ook niet echt met elkaar om. Je weet gewoon wel van elkaar wie je bent. Maar we spraken niet echt af met elkaar. Totdat ik gezakt was. Dus weer bij Sharon Jark terecht kwam. Zij is in de derde gezakt. Dus zo kwamen we weer ergens bij elkaar terecht. En toen gingen we eigenlijk heel goed met elkaar om. En nu nog steeds. Nu zijn we bijna elke dag samen. En zitten we ook weer samen in de klas, samen stage, samen alles. En samen vlot te labelen natuurlijk. Ik kreeg trouwens ook heel veel vragen over vlot. Maar daar wil ik een aparte Q&A over gaan maken samen met Char. Dat leek me wat leuker dan het in deze video te beantwoorden. En hoe ik Keer ken. Keer ken ik gewoon van mijn opleiding schoonheidsspecialisten. Waar zij nu sinds afgelopen week helaas mee is gestopt. Maar daardoor ken ik haar wel. En dus eigenlijk ken ik Keer pas heel kort. Anderhalf jaar, korter zelfs nog. Maar ik vind het wel echt super gezegd altijd met Keer. En ik vind het echt heel erg jammer dat het is gestopt. Maar ik blijf er sowieso nog zien. Dus dat is geen probleem. Maar zo ken ik Keer en Char dus. Als je nog maar bij 1 online winkel zou mogen winkelen, welke zou dat dan zijn? Die vind ik heel lastig. Want ik zeg maar, ik vind de H&M en Zara heel leuk. Maar daar heb je natuurlijk niet alles. Bij de Bijenkorf heb je natuurlijk echt alles. Maar dat is natuurlijk weer een prijsstikkeltje omhoog. Je hebt ook Zalando. Daar heb je ook super veel. En daar heb je echt gevarieerd. Ik denk dat ik Zalando zou kiezen. Omdat je hebt er natuurlijk heel veel kleding, maar ook allemaal andere spullen. Je hebt er schoenen, tassen. Je hebt er mooie merken, maar je hebt er ook gewoon dingetjes van Nike. En je hebt er Tommy Hilfiger. Je hebt er van alles. Dus ik denk dat ik dan voor Zalando zou kiezen. Naar welk land zou je nog eens graag willen? Ik zou echt ontzettend graag naar Amerika willen. Gewoon een soort roadtrip door Amerika lijkt me echt super gaaf. Ik ben tot nu toe alleen eigenlijk binnen Europa gebleven. Omdat we elk jaar op vakantie gaan naar Italië. En ik ben ook wel in Spanje geweest en Frankrijk en zo. Maar nooit echt heel veel verder. Dus Amerika lijkt me echt ziek om naartoe te gaan. Welk designer item zou je nog heel erg graag willen? Ik heb heel veel designer items die ik nog heel erg graag zou willen. Namelijk deze schoenen. En die tas. Die zou ik echt ontzettend graag willen. Ja, ik weet echt niet of ik er eentje zou kunnen kiezen. Ik denk dat ik dan toch voor die ene tas zou gaan. Omdat schoenen heb ik al best wel veel. En tassen ook wel, maar niet zulke tassen. Ik denk dat ik dan voor die tas zou gaan. Volgende vraag is, wat is je favoriete kledingstuk? En die heb ik hier in mijn handen. Ik denk dat dit wel echt mijn favoriete kledingstuk is. Dit panterhokje, deze is van de Zara. En waarom ik deze zo leuk vind, ik hou gewoon heel erg van panterprint. En met zo'n hokje kan je alle kanten op. Je kan er een trui op doen, je kan er een shirtje op doen. Je kan er een leuk doorschijnend topje op doen als je uitgaat. Je kan er laarsjes onder doen, je kan er sneakers onder doen. Je kan er in principe gewoon alles mee. En daarom vind ik hem echt heel erg leuk. En dan was het best wel betaalbaar. Vind ik ook heel erg leuk.
Ik weet niet of ze deze nog hebben bij de Zara. Ik zou even kijken en als ik hem kan vinden op de site zal ik wel even een linkje in de beschrijving zetten. Maar dit is mijn favoriete kleding item en eigenlijk alles wel wat panterprint heeft. Wat is je grootste miskoop? Die heb ik niet meer. Die heb ik namelijk verkocht. Maar ik denk dat mijn grootste miskoop mijn Dr. Martens waren. Ik wilde namelijk super, super, super graag Dr. Martens. En ik vind ze ook echt geweldig mooi. Als ik iemand zie en, die hebben ze aan, denk ik, oh, ik wil ze ook. Maar ik heb ze toen zelf gekocht. Legergroene waren het. Als ik een foto kan vinden, zou ik hem even hier in beeld plaatsen. Ik weet niet of ik nog een foto ervan heb. Maar die had ik toen gekocht. 1 keer gedragen, nooit meer aangehad. En het was zo zonde, dus ik heb ze maar verkocht. En waarom dat een grote miskoop was, is omdat ik ze heel erg leuk vind. Maar toch nooit heb gedragen. Het was heel raar. Het paste gewoon niet echt bij mij. En ik trok ze nooit aan. Ik pakte altijd mijn andere schoenen. Dus ik denk dat dat een van mijn grootste miskoop was. Ook heel erg vaak de vraag over dingen over later. Waar wil je wonen? Hoe wil je wonen? Hoeveel kinderen wil je? Later wil ik gewoon denk ik in Den Haag blijven wonen. Misschien Amsterdam. Maar ik vind Den Haag eigenlijk wel prima. Amsterdam is zo druk, zo toeristisch. En Den Haag vind ik wel gewoon... Ja, ik woon nu in Den Haag. Dat vind ik wel prima. En hoeveel kinderen ik later zou willen is denk ik 2 of 3. Ik wil niet 1 kind. Ik wil geen enigszins kind hebben. Omdat, ja ik weet niet. Ik denk dat met meerdere gewoon veel gezelliger is. Dus 2 of 3. Als je voor altijd nog maar 1 make-up product zou mogen gebruiken, welke zou dat dan zijn? Ik denk dat dat mascara zou zijn. Omdat mascara je ogen gewoon groter maken. Gewoon wakker maken. Mooi maken. En aan de ene kant had ik de twijfel tussen wenkbrauwpoeder. Maar dan zou ik gewoon elke week om de 2 weken of zo mijn wenkbrauwen verven. Zodat die wenkbrauwpoeder niet nodig is. En ik alleen mascara kan gebruiken. Wat ik nu in principe ook doe. Ik doe alleen mascara op en teken mijn wenkbrauwen bij. Maar als ik mijn wenkbrauwen heb geverfd, hoef ik het niet bij te tekenen. Dus ik zou mascara kiezen. Wat is je lievelingswinkel qua kleding? Ik denk dat dat toch wel de Zara of de H&M is. Ik vind dat je daar gewoon best wel veel verschillende soorten dingen hebt. Vooral bij Zara heb je hele uitgesproken dingen. Maar je hebt ook allemaal leuke basics. En dat vind ik gewoon heel erg leuk eraan. En de H&M vind ik gewoon echt hele leuke truien hebben. Van die lekkere warme gebreide truien en zo. Maar ik denk dan toch dat ik voor de Zara zou kiezen. Instagram of YouTube? Ik denk... Oh, dat vind ik echt heel erg lastig. Want op YouTube, ik zet er niet alleen video's op, maar ik kijk ook heel veel YouTube video's. Dus als ik dat niet meer zou kunnen doen, ja. Maar Instagram vind ik ook heel erg leuk met foto's en zo. Ik ga dan denk ik toch voor YouTube. Ik denk dat ik meer op YouTube zit in de week dan op Instagram. Dus dan ga ik toch voor YouTube. Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Over 10 jaar ben ik 28. Ik hoop dat ik dan 1 kind heb en zwanger ben van de 2e, denk ik. Want ik wil er niet al te veel leeftijdsverschil tussen laten zitten. En mijn eerste kind vind ik een goede leeftijd rond je 27ste. Oké, laten we zeggen dat ik 1 kind heb over 10 jaar. Uit huis. Ik hoop nog samen met Miu. Een goede baan. Misschien mijn eigen salon. Misschien iets heel anders wat ik ga doen. Dat weet ik niet. Wel iets voor mezelf. Ik ben heel erg op mezelf. Dus ik wil wel graag later een eigen zaak. Wat nog meer? Over 10 jaar. Nog steeds met YouTube bezig. Lijkt me echt bizar gaaf als dat nog steeds kan. Als YouTube nog steeds zo'n ding is over 10 jaar. Zou ik dat nog steeds heel erg graag willen doen. Maar je weet natuurlijk niet hoe alles is over 10 jaar. Misschien over 10 jaar vlogt niemand meer. Maakt niemand meer video's. Is er wel iets heel anders. Net zoals 10 jaar geleden konden we niet bedenken dat Hives niet meer bestond. En nu bestaat Hives niet meer. Als je snapt wat ik bedoel. Dus ja, je weet gewoon niet hoe het loopt. Maar ik hoop gewoon een leuk gezin. Een leuk huis. Goed werk. Gezond. Nog steeds levend. En ja, een beetje dat eigenlijk. Zou je liever een contract als model krijgen of liever een contract als presentatrice bij RTL? Ik zou sowieso voor presentatrice voor RTL kiezen. Model skip ik gelijk, want ik ben 1,60. Ik heb de maat niet. Dat wordt het niet. Maar presentatrice lijkt me gewoon zo leuk op tv. Gewoon lekker je verhaaltje doen. Net zoals wat ik nu doe, praten tegen de camera alleen. Meestal zitten er dan nog wat meer mensen bij. Maar dat lijkt me echt onwijs leuk om te doen. Het is niet dat ik daar dat echt mijn droom is om presentatrice te worden of zo. Of om op tv zo te komen. Maar als ik moet kiezen tussen presentatrice of model, zou ik toch voor presentatrice kiezen. Wie is je favoriete influencer? En ik heb eigenlijk niet echt 1 favoriete. Maar ik heb meer favoriete Instagrammers. En ja, dat is vooral Vivian Horn. Omdat ik haar, ik vind haar gewoon zo knap. Zij is zo'n mooie vrouw. En Klaartje Roos vind ik ook echt. Haar persoonlijkheid vind ik gewoon heel erg leuk. Als je kijkt naar haar video's, haar foto's. Ik vind haar gewoon echt heel erg leuk. Dus ik denk dat dat mijn 2 favorieten zijn. En hun Instagram is ook gewoon echt
bizar mooi. Gewoon echt. Ik zou willen dat mijn Instagram er zo uitzag. Wat is je doel voor 2019? Mijn doel van 2019 is om over te gaan naar mijn derde jaar van mijn opleiding. Mijn rijbewijs te halen. Ik hoop dat dat in 2018 al gebeurt. Zo niet hoop ik in 2019. Sparen. Ik wil heel erg graag meer gaan sparen. Want ik kan echt niet goed sparen. Dat wil ik heel erg graag. En 20.000 abonnees. En misschien wel 25.000 of 30.000 abonnees. Ik heb geen idee. Ik hoop gewoon heel erg veel. En dat jullie het nog steeds leuk vinden om te blijven kijken. En ik wil heel erg graag meer video's maken. Meer originele video's. Niet alleen maar weekvlogs. Dus dat is wel mijn doel denk ik voor 2019. Aan welk programma zou je graag mee willen doen? Ik weet niet of ik het zou kunnen. Maar Expeditie lijkt me zo'n bizar programma. Gewoon 30 dagen gewoon overleven eigenlijk. Ik weet inderdaad niet of ik het zou kunnen. Of ik het zou kunnen uithouden. Of ik mijn heimwee in bedwang zou kunnen houden. Maar het lijkt me echt gewoon heel erg bizar om daar aan mee te doen. Dat eiland, die proeven, de mensen, gewoon het spel. Het lijkt me echt. Ik denk dat ik heel slecht ben in de proeven. Want als iemand mij iets uitlegt, dan ben ik het daar nou weer vergeten. Dus ik denk dat ik met elke proef zou verliezen. Maar gewoon het spel en gewoon daar zijn lijkt me echt heel gaaf. Dus daar zou ik echt heel erg graag mee willen doen. Of ik het lang volhoud, denk het niet. Maar gewoon voor de ervaring. Wat staat er nog op je bucketlist? Eigenlijk best wel veel. Ik wil gewoon heel veel van de wereld gaan zien. Zeg maar niet dat ik echt op wereldreis ga. Maar ik wil gewoon op vakantie naar heel veel verschillende soorten landen. Gewoon heel veel mooie plekken zien. Heel veel mooie dingen beleven en zo. Hoe had je geheten als je een jongen was? Dit vond ik echt een hele leuke vraag. Als ik een jongen was geweest, had ik Bo geheten. Ik ben wel blij dat ik geen jongen ben. Want dan had ik Bo geheten en Bo vind ik meer een meisjesnaam dan een jongensnaam. Tuurlijk kan het ook wel voor een jongen, maar als ik aan Bo denk, denk ik meer aan een meisje. Op zich wel een leuke naam. Mijn ouders hadden ook bij mij te twijfelen eerst tussen Fleur of Joy. Dat is wel grappig om te vertellen eigenlijk, want ja, ik heet nu zelf Fleur. Maar Joy vind ik echt een hele leuke naam later voor. Als ik misschien wel een kindje krijg, een meisje, vind ik Joy ook echt onwijs leuk. Dus dat is wel grappig dat mijn ouders en ik daar een beetje dezelfde smaak in hebben. Wat wilde je vroeger altijd worden toen je klein was? Toen ik klein was? Ik weet dat echt niet meer. Ja, zeg maar toen ik echt vier was. Ik heb geen idee, maar toen ik wat ouder werd, rond groep 6, 7 wilde ik altijd onwijs graag mijn eigen dansschool. Heb ik ook heel erg lang gewild, tot de eerste of tweede of zo. Daarna wilde ik heel erg graag sportdocent worden. Tot de derde en vanaf de vierde switchte ik om naar schoonheidsspecialisten. Wat ik dus nu een opleiding voor doe. Dit is iets waaruit ik moet kiezen. G's Louise of H&M. En dan ga ik sowieso voor G's Louise. Ik hou heel erg van de trui van de H&M. Maar de shortjes en de trui van G's Louise zijn gewoon top. Ze zitten lekker. Ze blijven heel erg lang mooi. De printjes zijn leuk. Echt. Ik heb denk ik echt een beetje een obsessie met G's Louise. Want ik vind het gewoon echt een onwijs leuk merk. En ja, ik zou toch voor G's Louise kiezen. Wat voor werk doe je? Ik krijg ontzettend vaak de vraag. Heel vaak de vraag wat voor werk ik doe. Ik ben zwemassistent bij een kinderzwemlesbedrijf. Muldersport. Ik weet niet of mensen het kennen. Maar dat is dus kinderzwemles. En dan sta ik samen met iemand in het bad die echt een diploma daarvoor heeft gehaald. En ik ben dan assistent. Ik heb gewoon zwemdiploma's, maar ik heb geen lesgeefdiploma of zo daarvoor hoeven halen, omdat ik maar een assistent ben. Maar het is echt heel erg leuk met kinderen. Ik werk er elke zaterdag. En die kinderen zijn gewoon zo leuk en ze raken zo erg aan je gewend ook. En ik vind met kinderen werken gewoon echt super leuk. Dus dat is mijn werk wat ik doe. Mijn drie favoriete kledingwinkels. Sowieso Zara, H&M en ja, G's Louise. Maar ik bestelde bij G's Louise op hun site, maar altijd bij van die kleine boutiquejes. Dus ik, ja, bij de Gaudi hou ik het meestal ook wel. Dus dan denk ik Zara, H&M, Gaudi. Dan de ene laatste vraag is of ik broertjes of zussen heb. Ja, ik heb een broertje. Die is nu 14. Sam heet die. En dat is mijn enige broertje. We zijn met z'n tweeën thuis. En ik zit met z'n tweeën eigenlijk wel prima. Ik had echt geen ander klein broertje nog willen hebben. Eentje is genoeg. Ik had wel erg graag een grote zus gewild. Of een klein zusje. Dat lijkt me wel erg leuk. Maar aan de overkant wonen mijn oom en tante. En daar heb ik twee nichtjes en twee neefjes. Dus mijn nichtje is eigenlijk ook een klein van een soort mini zusje. En is heel erg leuk. En ook gewoon met mijn nichtje, die is dan ook, die is nu 13. Gewoon samen naar de stad of samen leuke dingen doen vind ik heel erg leuk. Dus klein zusje had ik wel gewild. Maar hoe het nu is vind ik het eigenlijk ook wel prima. En dan krijg ik nog heel erg vaak de vraag wat ik na deze opleiding wil gaan doen. Ik wil sowieso naar het hbo. Alleen ik zit nu een beetje te kijken naar welke opleiding. Want zeg maar de vervolgopleiding van schoonheidsspecialist is huidtherapeut. Daar zou ik wel weer graag naartoe willen. Maar de eisen daar zijn best wel streng. Maar aan de andere kant lijkt binnenhuisarchitect met interieur en zo me ook echt onwijs leuk. En ik heb nu ook zeg maar de stroomrichting keuzepakket hbo gekozen. Dus we gaan nu gewoon in de klas elke keer kijken wat we willen en zo. Dus daar ben ik nu een beetje mee bezig met kijken wat ik hierna wil gaan doen. Maar ik wil zeker nog naar het hbo.
Misschien een tussenjaar. Ik denk niet dat mijn ouders er heel blij van worden als ik het tussenjaar neem. Maar misschien een tussenjaar als ik het echt niet weet. Maar ik zit nu pas in mijn tweede jaar en deze opleiding duurt 3 jaar. Dus ik heb nog eventjes om erover na te denken. Dus dat zie ik dan tegen die tijd wel weer. Dit was dan de video. Hebben jullie nou nog andere vragen? Laat ze vooral achter in de reacties. Dan kan ik die altijd bewaren voor een volgende Q&A. Vond je het nou een leuke video? Doe dan vooral het blauwe duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Voor als je op de hoogte wil blijven van al mijn andere video's. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!